Dit is de tweede schilderij voor de Mondiale Mobiele Expositie van Mark Swinkels. Het eerste heet De Appel en het Ei en het dateert uit 2003. Maar Mark was er niet geheel tevreden mee, zoals hij met zoveel dingen die hij maakt niet geheel tevreden is. Alhoewel het een prachtig verhaal in zich heeft. Toen hij hoorde dat we met een nieuwe variant bezig waren met de titel De Wereld Thuis, vroeg hij of hij een nieuw paneel mocht maken voor deze expositie. Uiteraard kan dat. Vandaar dit nieuwe schilderij. Het is een portret van mijn buurvrouw. Ik woon in een nieuw huis en ik heb een nieuwe werkruimte tot mijn beschikking. Ik hoop op continuïteit van deze goede ontwikkeling.